Het jaarlijkse vierdaagse paarden topsportevenement werd in 2014 voor de 44ste keer gehouden en trekt elk jaar tienduizenden bezoekers. Ook dit jaar was het evenement Military Boekelo Enschede uitgebreid te volgen via TV Enschede FM. Via speciale uitzendingen van Military Vandaag werden thuisblijvers dagelijks via radio, televisie en internet op de hoogte gehouden. Omdat we opleiding en training van onze medewerkers erg belangrijk vinden, werd het hele project begeleid door Robert Meder en Michiel Vrouwenraad van onder meer NOS Langs de Lijn. Ook Jan Medendorp, presentator van RTV Oost en van ons eigen 1Twente, werkte mee. Daarnaast hebben we een speciale samenwerking met Social Media for Events opgezet, waarmee we erin zijn geslaagd om zowel in 2013 als 2014 de military tot trending topic te maken. Wat interesseert dit evenement u? Nou, dat de mensen allemaal zo samenhorig zijn nu. Dat ze allemaal zo gezellig genieten eigenlijk van de natuur en van alles. Rij jij ook wat Tim Lips gistermiddag zei van minuut naar minuut toe? Ja. Ga jij ook met dat wieltje weer van... Ja, je weet precies, daar is 1 minuut, daar is 2 minuut. Wij noemden het gisteren al gehalveerde rollator, hoor. Ja. Ja, het is een mooi gezicht, maar echt, je rijdt gewoon van minuut tot minuut. Nou ja, je weet dus waar je minutenpunten zijn. Dus je moet natuurlijk zo snel mogelijk rijden. En als je achter op schema ligt, dan wil je toch een beetje bijrijden. En als je heel veel tijd over hebt, wat eigenlijk nooit gebeurt. Als je op tijd te komen. Nee, ja. Dan omdat we nooit zo heel veel tijd halen. En zeker deze cross, ik vind het heel erg bochtig. Er zitten een paar hindernissen in wat gewoon heel veel tijd kost. Zo'n hindernis 13, 2 van die stijlsprongen. Moet je echt 1 hindernis springen, 90 graden draaien, nog een hindernis. En dat is maar op 3 galopsprongen. Dus dat is heel kort en dat vind ik voor in het terrein niet mooi. Je moet volkomen op de ruiter vertrouwen dat die bodem goed is, dat hij goed kan landen en dat hij door kan gaan. Is het dan vaak misgegaan? Nee. Sue Benson, een winnaar in Boekelo? Yeah. Well, perhaps I should be tactful and say a Dutchman. Well, last year we had Mark Tortus. We talked about Mark Tortus as a potential winner. Yeah. But this year, I don't know. I think it's quite open this year, open actually. Year. A lot of the really top riders went to the World Championships and therefore they aren't here. Yeah. So I think that's quite nice for the younger riders. They've got a better chance. But there are some very good riders here. Maybe Pippa Funnel. I would like to see her win for Great Britain. Ze zei dus dat, om even een diplomatiek antwoord te geven, dat zij verwacht dat een Nederlander deze dagen gaat winnen. Een beetje opportun, denk ik, maar goed, het zou maar voor kunnen komen. Vorig jaar Mark Todd had er als winnaar getipt, met z'n allen hier ook. En dat kwam ook niet uit. Er zijn genoeg goede rijders en goede paarden in koers die een overwinning kunnen bewerkstelligen. Moet je natuurlijk geen publiek op de baan hebben. En dat is in het begin van de dag is dat geen probleem. Op het moment dat mensen een aantal consumpties hebben genuttigd, denken ze nog wel eens dat het allemaal wel meevalt. We hebben altijd in de paarden gezeten en het een en het ander, dus vandaar. Dus wij komen uit Rotterdam, dus helemaal hierheen. Dit kunstwerk is gemaakt van kunststof jerrycans, die maar niet meer geschikt zijn om te hergebruiken. En deze kunstenaar, Jelle de Graaf in Enschede, die maakt er zijn kunstwerken van. Die op dit moment, op zo'n manier heeft hij zijn materiaal. Elk jaar kom ik hier in deze tent en dan koop ik wat. Een pet, een jas of een vest of een broek. Heeft Peter de Nauts nog zelf nog iets met paarden? Ik heb zelf niks met paarden, nee. Ik vind het, nee, ja, je vraagt het mij en je krijgt een antwoord. Yeah. Ik vind het geweldig om te zien hier. Ik vind de cross country, vind ik eigenlijk, dat spreekt me iets meer aan. Omdat het net zo een beetje samen optrekken is. Je loopt door het land, je ziet die paarden gaan. Het is ook echt zo als paarden ook zeg maar, zich moeten bewegen, vind ik. Hè. Dat vind ik veel mooier en ruiger dan een indoor of een springconcours. Maar het is hier ook nog in die omgeving, is het echt zo'n landelijke country style. Dit is Twente in het kwadraat natuurlijk. En dat heb ik met paarden.
vandaag op de military. We zien zoveel mooie dingen voorbij komen. Mooie honden, mooie jassen, mooie tassen, mooie mensen. Maar wij vroegen ons af... Wat dacht u toen u vanochtend voor de klerenkast stond? Nee, daar heb ik helemaal niet over gedacht. Elk jaar kom ik hier in deze tent en dan koop ik wat. Een pet, een jas of een vest of een broek. Maar wat ik mij afvraag, is het dan een droom van een man om eruit te zien als Engelse adel uit van begin 1900? Helemaal niet. Je moet je erin thuis voelen en anders trek je het niet aan. Oh, heeft u hond meegenomen? Jazeker. Ja, speciaal voor de military of gaat hij overal mee naartoe? Nou, bijna overal. Ja. Bijna overal. Het is geen leasehond? Nee. Helaas. Geen accessoire? Nee. Je hebt zelf een lekkere trui aan. Ja. Niet echt wat voor jou? Niet echt iets voor mij. Het is heel klassiek. Ik ben meer, zoals je ziet, een beetje jongere stijl. Heb jij wel eens een hoed op? Nee, ik ook niet. Nee, nooit. Wat dachten jullie toen jullie vanochtend opstonden? Hebben jullie overleg? Ja. Shit, het is zaterdag. Het is al zover. Ja. Wat dacht jij vanochtend toen jij voor jouw klerenkast stond? Ik heb er niet bewust over nagedacht. Ik denk, als ik mijn regelaars aan heb, dan is het goed. En jullie dragen dit vaak of is dit echt voor de military? Nee, dit is wel mijn... Het is wel gebruikelijk, ja. Behalve de hoed dan. Die kan je natuurlijk niet altijd. Nee, dat is ook wel weer waar. Je bent natuurlijk bewust meegenomen vandaag. Ja, dan kan die even een beetje shinen. We zien dat er even hoedjes gepast worden. Gaan we even kijken of het alleen voor de military is of ook daarna. Hi, mag ik jou wat vragen? Oh, ja. Ja? Ja. Jullie zijn hoedjes aan het passen. Ja. Speciaal voor de military? Ja, ze wou wel graag zo'n hoed. Dus, En ze heeft er nu één op. Hoe zit die? Ja, hij zit goed. Hij zit goed. En verder met je kleding? Vond je het lastig vanochtend dat je dacht van wat moet ik aan? Nee. Eigenlijk niet, maar ik me nooit druk om. Nee. Wat vind jij not done? Oeh, ja, dan vraag ik me wat. Kijk even rond. Nou, zeg ik misschien is heel gevaarlijk, maar echt dat Twents blond, hè, dat hele hoog geblondeerde haar, dat vind ik eigenlijk not done. Ga je nou kijken of jij ook iemand kent? Nee, het is mijn man. En deze ook. Vanochtend toen je opstond, hè? Wat dacht je toen van ik ga aantrekken? Want het is echt heel rustig allemaal. Ik zal ze hebben. Is dat zo? Ja, iedereen heeft bruin en groen en zwart. En als ik nog één keer iemand hoor zeggen dat lichtbruin een mooie kleur is, dan ga ik gillen, denk ik. Dus... Lichtbruin is een hele mooie kleur. Ja. Vanaf de Military Boekelo Enschede is dit Military Vandaag met Benny Spijkerman en Bert Kuipers. Goedemorgen, het is zaterdag 11 oktober, dag 3 van de Military Vandaag. De dag van de Cross Country Boekelo Eventing en het is editie 44 door 120. Op deze D-Day van de Military houden wij u tot 5 uur vanmiddag uitvoerig op de hoogte van niet alleen de Cross Country, maar van alles en met alles wat de Military Boekelo te maken heeft. Dit doen wij natuurlijk vanuit onze studio op het event. Terrein en via onze verslaggevers in het veld. En vandaag zijn onze verslaggevers Roy Veld bij Longlines Pound. Ja, ik sta hier bij de Longlines Pound. Het is nog rustig hier, maar gezien de sprong, een hoogtesprong, een breedte sprong en natuurlijk de waterbak die hier ook aanwezig is, verwacht ik straks een grote schare van bezoekers. Loes Wielhezen, die staat bij Drop en Draf. Ja, ik zie hem in de verte al, de lange zaal hindernis. Hier is het erg belangrijk dat de paden goed onder controle zijn. En in de zwembroek bij de Bosvijver staat Niels Veurink. Ja, ik sta er al middenin, jongens. Het is hier nog rustig op dit moment. Maar dat zal drukker worden, want dit is toch wel een van de spannendste hindernissen van dit parcours. 4 hindernissen op rij. Jongens, we moeten vandaag allemaal aan de bak. Maar ik ga aan de waterbak. En Tijmen staat vanuit, die staat aan de finish. Ja, wat is nou een military zonder finish? Ik sta hier al bij de finish. Waar straks natuurlijk de lopers overheen gaan komen. En ik ga hier zometeen mensen vragen wat ze ervan vonden. En Kael de Vries, hij loopt door het terrein met onze wandelzender. Ja, ik loop rond. Ik sta nu bij de hoofdingang. De mensen komen al massaal binnen, dus het wordt gezellig. En het is mooi weer. En het wordt een mooie dag, dat sowieso. En dit is de Military Vandaag. Ha,
Higher Love, Steve Winwood. Ja, rond de klok van 9:45. Dan zal de eerste ruiter de baan ingaan. Maar ja, de puntentelling. Loes, weet jij hoe dat werkt? Ja, er zijn natuurlijk spelregels verbonden aan de cross country. Het parcours is ongeveer 6 kilometer lang. En daarin hebben ze 25 hindernissen. In totaal zijn dat 40 sprongen. De optimale snelheid hiervoor is 570 meter per minuut. En daardoor is de optimale tijd 10 minuten en 33 seconden. Ga je hier overheen, dan krijg je 0,4 strafpunten per seconde. Of ga je eronder, krijg je ook 0,4 strafpunten per seconde. Verder, als je als een paard weigert om over een hindernis heen te gaan, dan krijgt ze in de eerste instantie 20 strafpunten. Wil die nog een keer niet in het parcours, dan worden er 40 strafpunten bij opgeteld. En de derde keer of een val, dan is het eruit en dan is het afgelopen. Ja, Niels, natte voeten. Nou, in ieder geval van de dauw, jongens. En als ik nog niet wat nat was van de dauw, was het wel van het zweet. Want de waterbak waar ik sta, die is echt wel een eindje lopen van de start. Maar ik ben goed gearriveerd. Jongens, dit is een van de attracties eigenlijk van de military toch wel elk jaar. De waterbak. Ja, omdat het toch soms wel eens wat misgaat. Paarden weigeringen geven om het water in te gaan. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel spannend. Nou, ik sta hier ook naast iemand van de hindernescontrole, naast Harm Rekswinkel. Harm, jij kent de obstakels. Wat denk jij van deze hindernis? Nou, het is natuurlijk een hele mooie, attractieve hindernis om als publiek te bekijken, maar ook voor de combinaties. En het is een beetje een opdracht om voor jezelf te bepalen wat de ideale route is. Er zijn twee mogelijkheden. De hindernis bestaat uit vier elementen, A, B, C en D. En bij A en B heb je de keuze. Je kunt de korte route, maar dan moet je twee keer dat water. En de langere route, dan moet je één keer dat water. Ja, precies. Dus je hoort het, jongens. Zoals we gisteren ook al hoorden van de vrouw die de vlaggetjes aanbrengt. Je moet soms kiezen als ruiter. Waar ga je langs? Het ene is moeilijker, maar is wel sneller. Nou ja, daar moet je keuze voor maken. Interessant is ook wat ik net zag. Dat er nu nog aan een stuk van de hindernis gewerkt werd. Omdat er gisteren een scherm is neergezet. En de paarden kunnen daardoor afgeleid worden. Kortom, echt tot het laatste moment wordt hier nog gewerkt. Om het echt zo veilig en optimaal mogelijk te maken. De bezoekers stromen hier al langzaam op de tribunes. Dit wordt echt een spannend stuk van de hindernis. Van de baan, jongens. Military Vandaag. Update. KL, jij staat bij de radiootjes, je deel je ze zelf uit. Nou, ik deel ze niet zelf uit, maar ik sta hier inderdaad wel bij de grote champagnefles. Ik sta hier met Patrick, dat is een van de mensen die ze uitdeelt. Goeiedag. Goeiedag. En ja, kun je me uitleggen wat die radiootjes nou eigenlijk doen precies? Ja, TVNSVD die deelt deze radiootjes hier uit op het terrein om live met de cross gewoon mee te kunnen luisteren. En na afloop kunnen de mensen het dan gewoon weer inleveren en dan kunnen ze ook een mooie iPad winnen. Oké, dus krijgen eigenlijk de verslaggeving rechtstreeks op die radiootjes te horen? Helemaal correct. En je kan een iPad winnen? Ja, ook nog een hele mooie iPad. Als de hele cross is afgelopen, ze leveren hem weer in. Mooie iPad. Kijk aan. Nou, dan gaan de mensen er wel voor. Ik zie al dat flink wat mensen in de rij staan om zo'n radiootje te ontvangen. Dus dat is goed. En ik wens je in ieder geval heel veel succes, Patrick. Ja, dankjewel. Jullie ook. Ik sta hier bij de waterbak. En zojuist is de ruiter die wou in de waterbak springen, viel van zijn paard. Het paard ging zonder ruiter verder. Sprong hier over het hek. Gelukkig geen publiek geraakt. Het is alles en iedereen is veilig. De mensen proberen nu hun handen omhoog te houden. Het paard in bedwang te houden. Maar het paard heeft zijn eigen weg gekozen. En ik hoop dat er iemand is die hem toch tegen kan houden. Want anders dan hebben we een volgeslagen paard, jongens. Ja, dat zal meevallen. Want meestal komen ze na een aantal meters wel weer tot bedaren. Want men is dus een beetje in die adrenaline, zeg maar. Niels, dus dat zal heus goed komen. Is met rijder, is alles goed gegaan? Met de rijder is, geloof ik, alles goed. Ik kijk nu even. Ja, ik zie hem hier al niet meer. Dus ik geloof dat hij gewoon weer op zijn voeten staat. En straks een paard op gaat zoeken. Helemaal goed. En het paard gaat alleen naar de finish. Dus het is allemaal goed gegaan. Tijmen, jij ziet het paard. Ja, ik sta hier bij de finish. En het paard die kwam hier gewoon voorbij over de normale route. En ze lopen er achteraan te rennen. Maar ja, je hoeft geen geleerde ervoor te zijn dat een paard sneller is dan een mens. Dus ja, ik denk dat ze daar nog wel een grote kluif aan hebben. Ja, ik sta hier met de bondscoach, Martin Lips. Hoe gaat het dan nu toe, meneer? Nou, het gaat tot nu toe eigenlijk erg goed. Alice Naber is als tweede van start gegaan. Ging gelijk erg sterk, hele snelle, foutloze ronde.
Dus die, en dat trekt dan, toch de rest zich wat aan op. Juist, en we zagen net Jan van Beek hier binnenkomen. Hij reed ook goed. Ik had net gehoord wat de tijd was. 11.43 geloof ik, als ik me niet vergis. Ja, dat is meer dan een minuut over de tijd. Maar dit is een 9-jarig paard. Dat is nog vrij recent is dat pas bij Jan op stal gekomen. Dus die heeft er nog maar een half jaar aan training. En dan vind ik dat hij al een hele goede job doet met de paard. Om nu al, zeg maar... Hier de paard gewoon een fijn foutloos rond te rijden. Ja, precies. Het was foutloos. Het is een zwaar evenement. Dus wat dat betreft ja. Ja, heel goed. Dat belooft iets voor de toekomst. Precies. En er komen er nog meer straks, denk ik? Ja, we krijgen nog Raf Koremans. Die ik zeker ook goede kansen toebedicht. Die heeft een al iets meer ervaren paard. Staat er ook best behoorlijk goed voor. Dus die, ik verwacht dat hij zeker wel een poging zal doen om echt snel te rijden. En dan hebben we nog Theo van der Vendel. Ja, onze laatste teamruiter die ook zijn mannetje best zal staan in de cross. Nou, hartstikke mooi. Ik wens u in ieder geval heel veel succes, meneer Lips. Dank je. We gaan naar Niels kijken, want Niels heeft nieuws. Ik sta bij de waterbak. Alice Ternauwe komt er nu aan met haar tweede paard. Haar jongere paard die ze aan het opvoeden is. Het gaat tot nu toe heel goed, jongens, eigenlijk. En ook de laatste hindernis. Ja, dit is vlekkeloos. Ja, haar hand gaat omhoog. Er is applaus van het publiek. Want dit is inderdaad heel knap gedaan met zo'n jong paard. En dan zo'n goede, zo goed over die hindernis komen. Op een of andere manier had ik jou hier verwacht. Ik reur hier wel, zou ik bijna zeggen. Ja, mooie happening. Ik ben een paar jaar geleden al geweest op de Military. Mensen in het oosten, en ik zeg het echt, ik meen het. Het aardigste gebied in Nederland. Mensen zijn altijd vriendelijk. Dus je voelt hier altijd welkom. Maar ik kom natuurlijk toch een beetje voor de paradijsvogels. Voor de rare types. Voor de goed geklede paardenmeisjes vooral. Heb je leuke mensen ontmoet, Jos? Nou, ik had net zo'n oude boer hier uit het gebied. Die ontzettend van paarden houdt. En ook van vrouwen trouwens. Maar goed, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En ja, dat zijn toch types. Ja, die ontmoet je gewoon niet op straat. Die kom je hier tegen. En wat dat betreft, duizenden mensen lopen hier. Maar uitzonderlijk veel types. En daar gaat televisie over. Blijf op de hoogte met Military Vandaag. Kijk en luister naar 120 Radio en TV. Alle frequenties vindt u op www.120.nl.